Goedemorgen. Vandaag is het Pinguindag. Of Pinguin Day. Pinguin, weet je trouwens hoe je dat schrijft? Dat is wel lastig woord om te schrijven. Volgens mij wel veel woordwaarde in Scrabble. Maar goed. Pinguins. Hoe teken je een pinguin? Ja, zo'n vogel met zo'n jasje aan, hè? Doe je mee? Dan gaan we een pinguin tekenen. Oké, hoe teken je nou een pinguin? Dat is een goede vraag. Een pinguin. Nou, laten we eens een grappige pinguin tekenen. We beginnen met de snavel. Snaveltje. En dan twee ogen erop. Zo. Mag best grote ogen zijn. Zo. Dan vind ik het leuk om hem bijvoorbeeld een muts op te geven. Die pinguïn een muts. Zo. Met een poemel erop. Zo. Dan komt natuurlijk zijn hoofd. Zo. En die maken we zwart. Dan gaan we hieronder, gaan we zo nog even een sjaal tekenen. Krijgt hij een sjaal op. Ja, dat vind ik wel leuk zo. Een sjaal. Twee vleugeltjes. En dan heeft zo'n pinguïn een witte buik. En dan moeten we daar natuurlijk nog voetjes onder. Zo. Ik vind dat we zo'n best een schattige pinguïn hebben. We kunnen hem hier nog een naveltje geven, zo voor de gein. En dan hebben we een pinguïn met een mutsje op en een sjaal om. Ja, hoe kunnen we nog meer een pinguïn tekenen? We kunnen hem natuurlijk ook wat realistischer tekenen. Even kijken hoor, dan hebben we weer die van opzij. Zo, snaveltje. Zijn kop zo. Hier zijn oog. Dan maak ik dit weer zwart zo. En dan laten we dat doorlopen zo. Even kijken hoor. Zo. Hier is een vleugel zo. En dit weer zwart. Nou, ik zie dat mijn stift ook weer een beetje op begint te raken. Zo. En dan de... Zo. Dat is ook een pinguïn. Nou, probeer zelf nog wat verschillende pinguïns te maken. Kijk, we kunnen die pinguïn ook nog op een ijsschots zetten, zo. Golfjes. En dan zit de pinguïn op een ijsschots. Goed, ga zelf lekker aan de slag en dan zie ik jullie morgen weer in de volgende video. Tot morgen.